Goedemiddag. Ook al vind ik de stilte het tofste. Stil zijn kun je thuis ook, hè? Na een pauze gisteren had ik ineens het gevoel van, ja, dit mag er ook zijn. Het ontroert nog steeds. Ja, mooi. En dan denk ik, ja, maar dat weet ik toch wel. Ik vergeet het op de een of andere manier, vergeet ik het steeds. En kom ik weer in die engte, in die vernauwing. En ja, het bracht wel gisteren en vanochtend een hele keten op gang van inzichten en... Het sleutelwoord is denk ik wel controle. Ja, waardoor denk ik steeds erin en eruit of zoiets is. Ik hoop dat dat een inzicht is. Mm-hmm. Dat hoop ik ook. En het leuke is om op te merken dat hoe verder we naar voren bewegen in die fuik, hoe paniekeriger we op zoek zijn naar meer controle, meer grijp, meer beïnvloeding. Ja. Ja. Terwijl hoe meer je als het ware teruggaat, hoe minder dat nodig is. Ja. En dan krijg je op een gegeven moment een heel raar verschijnsel, dat je door de totale controle op te geven, eigenlijk alles in de hand hebt. Ik loop dus net bijvoorbeeld gewoon, ik denk van ik loop hier wel heen, ik denk wel eens meer wat. Dus ik was gewoon lekker aan het lopen hoor, er was niks aan de hand. En op een gegeven moment denk ik van, nou, ik weet nog wel iets van Renkum, dit is echt totaal verkeerd. Dus probeer ik Nick te bellen, maar dat nummer doet het niet. Oh, okay. Dus ik kijk even rond en dan komt er een meneer aan rijden. Ik denk, ik vraag gewoon even hoe dat zit, want iedereen behalve ik heeft een smartphone. En hij zegt meteen van, ja, stap maar in. En hij zet me hier voor de deur af. We hadden nog even een leuk gesprekje ook, weet je wel. Dus ik loop gewoon totaal lost, letterlijk, een beetje rond zo, maar het regelt zich. Je kunt ook, vroeger zou ik in paniek zijn geschoten, want je wil op tijd zijn, weet je wel, je kunt er een heel bouwwerk van maken en nou was er alleen de constatering, ik zit hier niet goed. En er was een onderliggend gevoel, ik zou het geen vertrouwen noemen, maar eerder een weten, ik kom daar en op tijd, zonder teksten. Nou, dan komt die figuur aan, een tjok tjok. Hoe laat moet je daar zijn? Ja, eigenlijk nu. Maar ja, kom dan. Wat kom je daar doen? Ja, ik denk van, ik geef iets algemeens, een beetje over Oosterse en Westerse filosofie praten. Ja, ja, je was in gedachten verzonken zeker. Voor hun, zei hij ook nog. Nou, voor jullie, weet je wel. Dus... Ze stuurde een hele grappige representant, zal ik maar zeggen. Zodra er die neiging komt, als het enigszins gaat, je kunt het, hè, daar hebben we het al over gedacht, niet echt doen, maar je hebt er ook niet niks mee te maken. Zodra je merkt dat je dit gaat doen. Maar je moeder zei al, even tot 10 tellen. Relax, even die handjes er vanaf, kijken of er een nieuwe energie, een nieuwe ingeving komt. Want als ik doordouw op dezelfde route, dan wordt de spanning steeds groter. Ik raak steeds verder in de fout. Stop. Take a breath. Ja, super. Dankjewel. Kijk eens aan. Dat is nou precies wat ik nodig had. Alles is gewoon een feestje in die compleetheid, in die stilte. Hoe intens het ook lijkt, het is nooit weg. Het simpele feit dat je al opmerkt dat er een emotie is, of een controleneiging, of een gedachtegang, dat betekent dat die waarnemendheid, of die ruimte, of hoe je het wil zeggen, dat die aanstaat. Is
stond het niet aan, dan wist je niet eens dat er een gedachte of een emotie was. Feitelijk, ieder verschijnsel bewijst alleen maar dat dat er is. Niet dat het verschijnsel op zichzelf van belang is. Dat is best een goede opmerking dit hoor. Hoi. Ik heb een vraag over, het is het onderwerp ziekte. Ja. Je had gisteren een voorbeeld dat een vrouw hier was en die zei dat ze kanker had. Toen zei je gefeliciteerd. Ja. Toen zei je dat gebeurde op dat moment. Ja. Toen dacht ik, dat zeg je natuurlijk niet zomaar. Dat is misschien ook omdat je ziekte relativeert. Omdat ik wat? Dus een ziekte relativeert door... Nee, ik had geen bedoeling. Het kwam er gewoon uit. Dat kan ja. Okay. Er zijn geen filters hier. Nee, maar komt het omdat je, dat je over ziekte nadenkt, dat er iets is van, nee dat niet, dat gebeurt. Ik denk nooit over ziekte na, want ik vind ziekte totaal oninteressant, in tegenstelling tot sommige anderen. Ja, maar komt dat omdat je ziekte ziet iets van het lichaam? Ja, dat is toch ook zo? Ja. Dat wat ik ben is nooit ziek. Nee, dus daar bedoel ik, daar zit je relativatie in. Ja, maar nogmaals, er was geen plan. Nee. Dus het kan ook zijn dat iemand naar me toe loopt, komt en zegt ik heb kanker en ik zeg van shit man. Ik heb geen idee wat ik ga zeggen. Dus dat vind ik ook het geestige aan mij. Ja, maar het heeft ook niets te maken met het hoge geleden. Nee, zeker niet. En er is ook geen God. It's just me. Dan heb ik nog één vraag. Ja. Ja. Ik heb jou wel eens in een satsang horen zeggen via YouTube. Als je het ziet als dat je aan het lithium gaat, dat je dan een sluier op je heen gooit en dat je dan weer juist gevangen zit met medicatie. Zei ik dat? Sorry? Ja, zei ik dat? Een keer omdat iemand zei: ja, dan krijg je lithium. Zei ja, nooit doen, want dan zit je gevangen. Nee, dat kan me niks van, kan ik me niet voorstellen. Oh. Soms is dat handig en soms niet, dat hangt van het geval af. Ik ben geen psychiater, ik weet dat niet. Nee. Ik vind lithium wel lekker. dat moet je dus wel diagnosticeren en luisteren naar de nee, iemand moet gewoon goed kijken. Zeg. En voor de een, ja uiteraard, wie anders. Voor de een is het behulpzaam, of een tijdje behulpzaam, voor de ander niet. Er zijn geen algemene wetten. Maar hoe reëel is je waarneming als je mogelijk, als je brein... Hoe reëel is de waarneming van wie dan ook? Ik acht de psychiater niet hoger dan de patiënt. Ze geloven allebei in een afgescheiden wezen. Hoe reëel is dat? Ik heb zoiets nog nooit gezien. Ze geloven allemaal dat iedereen in een soort blauwdruk moet zitten. En dat het dan oké is. En als je erboven zit, krijg je die pillen. En als je eronder zit, die. Why? Waarom moet iedereen normaal zijn? Normaal is fucking boring. Voor zover het al bestaat. Kijk, één Mark Rutte is best leuk. Maar stel je er 16 miljoen voor. Dan ga ik echt verhuizen. Dan zit ik meteen in Zweden, gegarandeerd. Maar als je zelf ervaart dat je leven op dat moment omzet raakt, omdat je niet meer kan functioneren in hetgeen wat je deed. Ja, tuurlijk. Dus dan zijn er sommigen die pillen gaan nemen en anderen niet. En daar heb ik verder geen oordeel over, tenzij ik de persoon in kwestie ontmoet en kan zien wat er aan de hand is. Maar ik kan nooit praten over hele groepen gebruikers van wat dan ook. Maar nogmaals, vanuit mijn perspectief is 99% van de mensen krankzinnig. Toch functioneren ze vrij aardig, tenminste in de zin van, nou ja, goed. Nou, dankjewel. En verder denk ik ook van, als ik vroeger in handen van psychiaters was gevallen, dan hadden ze me of bipolair of manisch depressief genoemd, of borderline, of weet ik hoe het heet.
It's all gone now. Zonder pillen. Ja. Mijn jongste dochter die heeft ook van dat soort diagnoses. Als ik zie hoe ze nu functioneert, het is gewoon aan het uit elkaar vallen. Een tijdje had ze pillen. Zij vond dat nodig en daar hadden we het open over. En de laatste half jaar of zo heeft ze het afgebouwd, want zoals het zat. En vooralsnog, ik weet niet hoe het op deze seconde is, maar de laatste keer dat ik haar sprak, she's doing fine. Waarom? Omdat ze aan het groeien is, omdat ze de hersens begint te gebruiken, omdat ze begint te kijken, kritisch aan het worden is. En dus allerlei afhankelijkheden, want die was super naar buiten gericht, altijd met anderen bezig. De energie begint nu langzamerhand naar zichzelf terug te komen. En dan komt er een enorme kracht vrij en een helderheid. En dan word ik heel blij als ik haar zie. Niet per se omdat het mijn dochter is, maar omdat je iemand ziet. Het begint te stralen. Het begint een krachtcentrale te worden in plaats van een, hoe noem je dat, afvoerputje van ellende. Dat is cool. Nou, bij sommigen die hebben daar een tijdje zelfmedicatie of legale drugs bij nodig. Dat is allemaal dezelfde rotzooi. Ik deed liever zuipen en blauw. Een stuk leuker. Zij vond eerst speed toffer. En blowen en zuipen. Toen een tijdje, weet ik veel hoe het allemaal heette, onder andere lithium. Dus dan riep ik wel eens van, joh, doe maar eens. Vond ik wel een proeven, dat is leuk. Cirkel kwel. Dat is ook leuk, kun je een keer slapen. Wordt er alleen een beetje zo de volgende dag van. Maar vond ik wel leuk om te ervaren. Dus. Ja, je moet toch wat als je wakker bent, hè? Nou, heroïne nog een keer. Wat ik zo raar vind, is dat ik hier even zo graag wil zijn. Dat is dus eigenlijk al normaal als ik hier wil zijn. En dat ik het iedere keer weer nodig heb om dit allemaal weer te horen, om weer even vooruit te kunnen. Maar dan, ja, dat is toch weer normaal. Na een paar weken, dan ik snap niet hoe ik het zelf niet blijf zien. Ja, ik begrijp het ook niet. Nee. Ik ken het, ik ging dan nooit naar satsangs en dat soort dingen. Maar ik moest constant terug naar voornamelijk Nisargadatta en nog een paar dingen. Want de aantrekkingskracht van het oude, weet je wel. Ik kon vrij snel, had ik het inzicht, maar ik werd altijd weer teruggetrokken. En dan moest ik gewoon weer aan de gang, weer iets onderzoeken, weer iets aankijken, weer een stuk tekst lezen toe. Of hè, wat ik wel eens eerder riep van die dingen in mijn broekzak van is bewustzijn onder de indruk? Ja. Of wat vindt bewustzijn hiervan? Weet je wel, dat soort reminders. Jaren. En ik ben echt een stuk intelligenter dan de meeste mensen natuurlijk. Nou, ik heb wel een keer boeken gelezen over die laatste leer. Daar staat erin dat je tot energiegebied ook heel open bent. En dat je goed was. Ja, zeker. Een bepaald iets, misschien waardoor je sneller open bent. Nou, ja, dat zou ik gehoopt hebben, maar waarom moest dat dan jaren duren nog? Ik was daar dan wel heel goed in, maar in hoeverre dat nou geholpen heeft, dat kun je ook niet bewijzen. Dus het probleem voor deze was niet het inzicht, maar het wilde gewoon niet landen. Het moest door al die onvolwassen brokstukken heen zien te dringen en de materie is traag. Het duurde jaren, ik vond het echt fucking vervuilend. Ja, gisteren had ik ook, zat ik hier ook, toen dacht ik eigenlijk niets te vragen. En ik dacht ook, veel van wat gezegd wordt, heb ik ook zelf allemaal een keer gezegd. Dus niks is mij vreemd eigenlijk. Behalve de mensen die het allemaal beter zien, dat schakelde mij ergens vanuit of zo, dan hoor ik het niet meer. Het ging naar huis en toen had ik een beetje het gevoel dat ik mezelf vanaf had gesloten en toen werd ik heel verdrietig. En nu weer als ik het zeg, ja. Maar dat is denk ik best ook wel een gelul eigenlijk, dat ik verdrietig word. Wat je, dat signaal is
gewoon een oproep van sluit je er niet voor af. Ik kan me nog herinneren toen ik in de jaren 90 in dat energiewerk bezig was, dan hadden we steeds weekenden of weken intern daar. En soms ging ik er naartoe en dan merkte ik op de eerste avond dat Ad dan bezig was met zijn dingen, er gebeurde gewoon niks. En op een gegeven moment ontdekte ik gewoon, ik had me afgesloten. Ik zat in een positie van, ik weet het al. Ja. En dus ik was niet raakbaar. Ik deed niet mee. Ik was niet open. En nou, op een gegeven moment werd dat dan ingezien, dan ging de boel open en dan vond ik het helemaal gaaf. Nog los van wat er dan wel of niet beklijft of wat het oplevert, weet je wel, voor de toekomst. Maar het moment zelf was gewoon gaaf. Ja, dat is voor mij precies hetzelfde. Yes. Dus we kunnen daar vanuit de negatieve kant naar kijken van, ik moet de hele tijd ergens naartoe en dan kan ik een paar weken verder. Dan wordt het een soort junkie verhaal. We kunnen het ook vanuit een ander perspectief bekijken van, ik ga iedere dag een eind wandelen in het bos, omdat ik dat prettig vind. Ja. Niet dat ik daar wakkerder van word, of dat het me iets moet opleveren, of dat ik dat doe om klaar te zijn met wandelen in een bos. Ik vind gewoon wandelen in een bos prettig. Ja. Daarom kom ik daar. En dat doe ik iedere dag. Soms twee keer per dag. Dus we kunnen ook dat van, wat gaat het me opleveren in de toekomst of blijft het wel hangen, gewoon eruit halen. En wat je dan overhoudt is dat je hier komt als je hier wil komen en je komt hier niet als je niet wil komen. En het levert op wat het oplevert. En het gaat zo hard als het gaat. Ja. Dan is het vrij. Ja. Nee, strikt genomen niet. Right. En dat is het leuke met dit ook, van je kunt dus ook hier naar verschillende kanten of op verschillende manieren kijken. Je kunt zeggen, je zit hier in een groep om iets te leren of whatever. Je kunt ook het perspectief verschuiven. Jij bent deze groep en deze kerk en wat hier gebeurt. Die totality, dat ben jij. Dit gebeurt allemaal voor jou. Weet je wel, en al die andere mensen en hoe het eruit ziet en de energie en wat er besproken wordt, is een uitdrukking of een expansion of you. Strikt genomen ben jij, dat geldt voor iedereen, ben jij alleen maar en de rest is bij jou in beeld. Dus ben je nu de toehoorder of de schepper van dit gebeuren, weet je wel? Het hangt van het gefixeerde standpunt af waar we innemen. Ik kan gaan beweren dat ik de satsang geef. Maar wat mijn feitelijke ervaring is, is dat ik getuige ben van dat de satsang gebeurt. En daar heb ik een rol in als dier. En jullie allemaal. En deze plek en het organiseren en noem maar op, weet je wel. Alles komt samen en maakt dit gebeuren. Net zo goed als alles tezamen een boswandeling laat gebeuren, of een muziekstuk, of een boek, of een beenbreuk, of kanker. Het is altijd die totality. En dan voelt het lekker. Yes. En dan is er dus ook geen probleem meer van of dit nog 5 keer moet gebeuren, of 50 keer, of 100 keer. Het doet helemaal niet ter zake. Een van de paradoxen is, wie geen doel meer heeft, is gearriveerd. Ja, dat weet mijn verstand, snap dat ook. Dus dan maakt het niet meer uit. Of voilà. Ja, en dan is het open. En sommige mensen vinden het is prettig hier te zijn. En ik zie diverse mensen die hier zijn, die dit niet nodig hebben. Ja. Maar blijkbaar vinden ze het prettig. Ik heb ook niet per se nodig om in een bos te lopen. Maar ik vind het prettig. Nog los dat het goed is voor die oude botten en voor de vetzucht. Want als je dan een stuk gelopen hebt, kun je wel lekker vreten. Zuipen natuurlijk. Dat is eigenlijk leuk.
hier zit ook zo'n traagste materie. Maar, ja. Ja, langzaam doorheen gaan. Niks aan te doen. Ja, ja, ik kan het weer snel. Ja. En how's that working for you? Nou ja, maar ik kom dan ook in een stuk van het gaat ook niet om mij. Dat is er ook. Het gaat alleen maar om jou. Dus die gedachte zou ik delete. Ik kan die ruimte wel zien, maar het is vast in de body. Ja, dan vraagt dat dus om aandacht, zoals ik al wel eens gezegd en gemaild heb. Vroeg of laat komen we tot het punt dat we no matter what doen wat nodig is. Niet wat we prettig vinden of graag wensen, maar gewoon wat nodig is. Whatever it may be. Ik had op een gegeven moment heel erg duidelijk dat als ik blijf leven op mijn voorwaarden en mijn oordelen, dan zou ik altijd gewoon in hetzelfde cirkeltje blijven rondlopen. Dus. Er moest een ander element bij komen. Voor mij was dat onder andere het energiewerk. Waar ik iets mee had en waar me tegenstond tegelijkertijd. En ik ben gods blij dat dat gebeurd is. En niet alleen om het energiewerk zelf. Maar toen ik daar was, kreeg ik Lisa Gedotta en Alexander Smit in handen. Van collega trainees. Dat was cool. Dus aan de ene kant werd er iets gedaan om het energiesysteem op orde te krijgen en shit op te ruimen en een paar vermogens vrij te maken. En aan de andere kant kreeg ik gewoon advaita op een presenteerblaadje aangereikt. Motherfucker, dat had ik niet kunnen bedenken. En daarvoor zat ik alleen maar zelf te prutsen en ik dacht dat ik het allemaal zelf wel kon. No, I couldn't. Ik stuurde mijn vrienden naar lichaamswerk en allerlei dingen. Ik deed het zelf wel. Arrogant prick. Ik heb het gevoel dat bij het lichaamswerk dan blijf ik ook in een cirkel. Ik weet hoe je erover denkt en voelt. Ja, I don't agree. Dus ik blijf bij mijn observatie of oordeel, hoe je wil, dat dit alleen voor dat niet genoeg is. En de juiste lichaamstherapeut of iets dergelijks zou daar een rol in kunnen spelen, degene die past. Maar dat betekent ook degene die toegelaten wordt en langer dan 1 keer 3 kwartier. Want voor mij komt soms over bij mensen, niet speciaal jij, maar ik zie wel eens meer mensen, dat ze als het ware een mes in hun been hebben, maar ze willen via Advaita genezen. Ik denk dat mes moet eruit en het moet dichtgenaaid worden en dan moet er verband omheen. Vervolgens kunnen we ook weer, als dat even gedaan is, over allerlei dingen hebben. En dingen gaan doorvoelen en aankijken, weet ik veel wat, maar het lijkt me handig dat dat mes eerst eruit gaat en dat die 34 hechtingen erin gaan. En dat er enige weerstand tegen is, I get that, dat doet zeer. Maar sommigen willen met een mes in hun been een marathon gaan doen. Ja,
Je kunt wel eens wat willen. Dus. Help yourself, please. Maar wat bedoel je, dat je eerst andere werk? Sommigen wel, of gelijktijdig. Voor sommige mensen is één spoor, als er een bepaald niveau gehaald is, is één spoor genoeg. Voor de meeste mensen is, zoals ik al vanaf mijn eerste boekje in 1999 zei, een tweesporenbeleid heel handig. Dus wat werk aan het energiesysteem, om het zo maar te zeggen, of de psyche, net hoe je het zeggen wil, om daar enige ordening te krijgen en de chaos te verminderen. En aan de andere kant gewoon rechtstreeks inzicht, rechtstreekse teaching. Voor de meeste is allebei doen heel handig. Leren nadenken is ook zo'n ding. Iemand beweerde een keer in het midden van vorige eeuw dat je heel moeiteloos wel gewoon ingrepen kon doen in die frontale kwabben. Want de mensen die konden toch niet nadenken, je zou het verschil niet merken. En de stress zou aanmerkelijk afnemen als je een paar van die gebieden kapot stak. Dat vond ik dan weer een hele grappige... Ja. Ik lees graag en dan kom je van die wonderlijke dingen tegen. Nee, want ik ken ze niet. En al zou ik een goede naam hebben, wil dat nog niet zeggen dat dat voor jou de goede is. You gotta figure it out. Er is iets nodig om die toch soort van cirkelgang, die pijnlijk is om in te zitten, maar ook pijnlijk om te zien. Ik gun iedereen namelijk, eigenlijk ben ik best aardig, het beste eigenlijk. Maar het is pijnlijk om te zien dat de huidige tijd gewoon... in een bepaald patroon loopt. Dat betekent dat er iets moet gebeuren om dat patroon te verstoren. You gotta break the circle. En het een bijt het ander niet. Als er een beetje het inzicht is dat ik dit niet ben, heb ik al eens eerder geroepen, is het geen enkel probleem dit ding op de snijtafel te leggen van de therapeut of begeleider of whatever it may be. Want dit ben ik toch niet, maar ik kan wel zien dat die niet goed werkt. Net als mijn auto, als die niet goed functioneert, dan gaat die naar de garage. En dat kan heel makkelijk, want ik weet net als bij dit ding, ik ben die auto niet. Het is een voertuig. Maar het is wel handig als die het doet. En niet dat die iedere keer naar 20 kilometer vastloopt. Dan kan ik wel iedere keer vol enthousiasme van... alles is bewustzijn, rijden, ja, en op een gegeven moment, ja, daar gaan we weer. Dan moet er iets gebeuren en als ik het zelf niet kan, dan moet ik daar een specialist bij halen. Voor mijn part iemand die zegt van deze moet op de schroot en neem een nieuwe. Dat kan ook. Ik wist dat ik mezelf niet kon helpen. En in mijn geval hoorde ik toevallig iets van Ad Stemmerding op een interview. En alles schreeuwde in mij, daar moet ik heen. En hij did. Thank you. Een tijdje later was het, en nou maken dat je wegkomt. Ook goed, thank you. But I needed it. I needed something to get out of my fucking mind. En het is verschrikkelijk interessant trouwens. Want ik was niet helemaal achterlijk om te zien dat een hele hoop dingen die daar gebeuren waren ronduit bizar of achterlijk. En toch was het leuk om je dan zelf te dwingen om er aan mee te doen, ervoor open te zijn en te kijken wat er gebeurt. Je loopt namelijk, als je iets gaat doen, op 100 manieren tegen jezelf aan, tegen oordelen. En het is gewoon interessant om te kijken of je je oordeel kan opschorten, hier ergens aan geven en kijken wat er gebeurt. Als het totale kolder is, dan loop je nooit een risico, want er gebeurt dan niks. Nou, er gebeurde al niks voordat ik iets ging doen. Dus. En een hele hoop van die rare dingen, die ik niet eens meer weet of ook nooit iets mee doe meer, die hebben van alles losgemaakt.
fascinerend. Heel erg leuk. Ontmoetingen. Ook even los van het cursusprogramma, je komt mensen tegen. Funny. Je weet de dingen. Of raak je een boek aan, precies dat wat je nodig had. Begrijpen? Volgende keer. Ja, oké. Okay. Kijk, als ik bij een begeleider, therapeut, hoe je het ook noemt, en die gaat mij zeggen dat ik het familiesysteem moet oplossen, ja, dan heb ik al zoiets van, ja, ik hoef dat niet te doen. Dus... Hoe weet je dat hij dat niet moet doen? Ja, ik vind dat ik al genoeg heb gedragen voor mijn vader. Ja, dat klinkt als een reden om een familieopstelling te doen. Ja, maar die heb ik ook al, weet ik veel, gedaan. Ja, nou, dan iets anders. But you gotta do something, babe. Dus je staat gewoon voor een punt, hou ik vast aan wat ik allemaal vind, dat ik al gedaan heb en weet ik veel wat. Of dat we open gaan zijn om te kijken wat er nodig is. Anders blijft het zo. En het sucks. Ik was gisteren bij iemand die zijn voertuig verlaten heeft. En ik stond daar natuurlijk bij. Ik vond het zo opmerkelijk, als je dus stil kunt zijn, dan zie je dus daar iemand liggen, maar het is of dat niet zozeer gezien wordt, maar of dat er dus een stilte, een ruimte is voorbij zijn uitdrukking. Wat ik ook opmerkte is dat de personen eromheen, dat die bepaalde gedragingen dan lieten zien. En als je dat kunt voelen, die gedragingen zien, dan, omdat ik er dus mee verbonden ben, komen er ook alle herinneringen naar boven, ervaringen. Ik merk dat ik er nu meer kan zien, dat ik het op een afstand kan zien. En op een bepaalde manier is het dan heel stil in dit systeem. Ja. En dat vond ik eigenlijk heel mooi, want daardoor is het of je dus iets anders ziet, vanuit iets anders kijkt. En dat je ziet wel wat er daar omheen gebeurt. De emoties en et cetera, maar toch zie je daar doorheen. Ja, yes. In een ander licht. Ja. Yes. En dan is het ook of je dus heel die kamer waar dat was, of dat een hele grote ruimte wordt, waar alleen maar ruimte is, waar alleen maar, ja, stil, maar je kunt het eigenlijk niet noemen. En het is of dus dat alles vervat is, wat daar allemaal gebeurt, ook degene zonder voertuig, of dat dus in totaal is. Ja. Dus dat vond ik heel, eigenlijk is het heel mooi. Hè? Ja, zeker. En dan is het of dus die grote ruimte, dat er dat alleen is. Ja. En is, ja. Ja, dat is het wel. Ja. Het was heel opvallend, iemand die zei van, ja, Anke, die ken je nog zeggen, ja. Die zei, ik voel me in een trechter zitten. En die zegt, ik zit in de hel, maar soms zit ik ook een beetje vooruit, maar ik ga op en neer in deze trechter. Ja. Hè, ze was ook verdrietig en ze ging op en neer in die trechter. Ja. En het feit dus dat ze dat ook kon zien, is eigenlijk heel moeilijk. Ja, en ze zei ook van, als ik stil ben, is mijn vader niet weg. Ja. Dus ik vond dat heel mooi, dat gevoel van haar, in combinatie met, ja, wat er was. Exact. Ja.
En dan zie je dus ook vanuit dat ding dat gemis en al dat soort dingen kan alleen als je aan die kant zit. Ja. En ze zei dus ook, alles doet zeer, fysiek doet alles zeer, omdat dus de boel verdriet eruit komt, et cetera. En dat mag ook. Sure. Dus dat is ook goed. Plus de inwerking van de andere spelers, zal ik maar zeggen. Mensen doen elkaar heel wat aan vaak in dat soort settings. Ja. En vooral dan, hè? Ja, zeker. En niet moedwillig natuurlijk, maar gewoon er zijn energieuitwisselingen, dat kan als een pak slaag voelen. Ja. Tenzij je er helemaal uit bent, dan gaat dat er doorheen gewoon, er is niks aan de hand. Ja. 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 Dan zie je die oude patronen, op en door. Het is heel mooi dat dat zo, zich zo laat zien, hè? Zich zo laat kennen en zich laat zien. Zeker. Ja. Mooi. Ja, ik heb een vraag. Ik heb een aantal keren entheogene middelen gebruikt, ook met drugs, ayahuasca en salvia. Maar het heeft me altijd gefascineerd hoe snel je belevingswereld eigenlijk kan veranderen. En ik op de ene manier kan het moeilijk plaatsen met het verhaal wat je net zegt over energie en dat er allemaal een soort logica in zit. Maar dit voelt zo logisch. Ja hoor, het is gewoon. Lukt van de ene wereld in de andere schiet. Heb jij daar een verklaring voor? Nou, kijk, niet echt een andere wereld, maar een andere manier van informatieprocessen. Daar komt het gewoon op neer. En dat kan door middelen, maar dat kan door bepaalde meditatietechnieken, ademhalingstechnieken, energiewerk, wat ik deed. Dus daar kwam heel vaak energetisch waarnemen, om het een overkoepelende term te geven, in voor. Of een wat dan innerlijk reizen genoemd werd, of whatever. Dus ja, dat kan op allerlei manieren. En dat heeft allemaal toch een interne logica als het helder genoeg is. Want het lijkt alsof er geen tussenstappen zijn. Ja, maar dat komt omdat middelen gewoon vrij grof aanpakken. Ja, als je dat dus doet zonder externe middelen, maar via energetische technieken, dan is die verschuiving gelijkmatiger. Totdat je helemaal in een andere, in je beleving, in een andere dimensie zit. Maar daar is een goed te volgen verloop in. Maar een middel dwingt je gewoon een bepaalde belevingswereld in. Dus dat is redelijk gewelddadig, zou je kunnen zeggen. Ik vind het verder niet slecht, iedereen moet doen wat hij wil, maar het is vrij agressief. Kijk, en wij hebben gewoon geleerd, heb ik wel vaker gezegd, om op deze objectieve manier te kijken. Je zou mensen ook kunnen opvoeden door energetisch waar te nemen, met of zonder middelen. Dan gaan ze dingen heel anders beleven. Maar dan wordt dat weer het standaard verhaal. Nou, wij hebben een standaard verhaal van te onderscheiden objecten. En dat heeft zo zijn voor- en nadelen, maar het is maar een manier van kijken. Dus dat energetisch waarnemen is iets anders. Als je totaal uitgezoomd bent, is er een hele andere waarneming. Dan verdwijnt de hele boel eigenlijk in de zin van dat de betekenissen wegvallen. Dus dan is er een constant soort schouwen van, met een soort vraagteken erin, wat is dit? Terwijl in de normale toestand van ja, dat is een pen. En dat verklaart dan alles of zo, schijnbaar. Ik weet niet of dit een antwoord is. Ja, ik denk het, ja. Oké. Oké. Zullen we even koffie doen dan? Ja. Ik heb wel zin in. Dankjewel.